Hoi, en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Melanie, voor degenen die mij nog niet kennen. Ik heb hier een heel leuk pakketje binnengekregen van een lounge. Want er is namelijk sale bij lounge op dit moment. Dus ik laat even wat leuke, setjes zien. Zodat jullie een beetje inspiratie krijgen wat er allemaal te koop is op mijn site. Ik heb allemaal verschillende soorten setjes besteld van verschillende lijnen en zo. Ik probeer er zoveel mogelijk over te vertellen. Dus we gaan gewoon gezellig beginnen. Lounge Underwear is een webshop met lingerie en ook met chill setjes en met bikinis. En ik heb echt wel heel veel samenwerking met hun gehad en ik ben altijd echt super tevreden. Eerst moest ik een beetje struggelen met de maten en zo. Die wist ik gewoon nog niet. Dat weet ik sowieso nog niet helemaal goed. Maar wat ik nu heb besteld is van alles 85D, het broekje M. Dat is volgens mij goed voor mij. Mensen, ik krijg heel veel reacties van ja, dat is echt veel te groot voor jou. Qua omvang. Maar ja, voor mij zit het goed. Dus als het goed zit, is het de goede maat, lijkt mij. Maar we gaan het zien. Ik ga het gewoon gezellig met jullie openmaken. Ik laat geen aanbeelden zien van de lingerie, want daar voel ik me gewoon niet heel comfortabel bij. Maar volgens mij heb ik ook nog een kledingsetje, dus die laat ik sowieso even zien. En ik probeer de namen en foto's van de modellen probeer ik wel in beeld te brengen, zodat jullie wel een idee hebben hoe het zit. Links in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker beginnen aan het pakketje. Ik ga het even openmaken. Ik ben ook echt super snel binnen. Ik heb het gisteren uitgekozen en het was vanochtend al binnen. Dus dat is ook echt heel fijn. Daar gaan we. Even kijken wat er allemaal bij elkaar hoort. Oh ja, dit was ik vergeten. Er zit een bikini bij. Dat komt vet goed uit. Kijken of ik de goede maat heb besteld. M en M. Ik twijfel nu, want ik heb dus gisteren bikinis binnengekregen. Van bij de Label en Lovie. Dat was allemaal M. Maar die waren mij allemaal te klein. Ik heb hier dus ook weer M besteld. Dus ik vrees het ergens, maar we gaan het gewoon even openmaken gelijk. Ik heb zo'n bikini topje. De Kali Swim Bra. In de kleur crème. Oh, mooi. Super mooi. Kijk, het is een beetje roze goud. Zelf ben ik echt van het goud. Maar dit is ook wel. Oh, deze vind ik heel leuk. Ik ben benieuwd. Dit is de achterkant. Ja, wanneer jullie dit zien. Is dan weer een stukje later. Maar ik ga morgen op vakantie. Dus een bikini komt nu echt heel goed uit. Dat ik het nu nog even openmaak. Daar ben ik echt blij mee. Ik hoop gewoon echt dat het gaat passen. Ik hoop het echt. En als het heel goed zit, dan doe ik hier wel aanbeelden bij hoor. Een bikini vind ik dat minder erg. En dit is het broekje. Heb je ook weer aan de zijkant. Heb je dus dat rosé gouden. Er zit heel wat stretch in. Dat is ook wel heel fijn. Dit is ook heel leuk. Het enige wat ik wel jammer vind dan dat het rosé goud is en niet gewoon echt goud. Maar hij is heel leuk. Beide in de maat M. Dus we gaan kijken hoe het staat. Kijk mama, vette leuke bikini. Oké, ik heb nu de bikini aan. Hij is nog wel, ik snap nooit zo goed waarom ik nog steeds altijd maat M kies van het topje. Want dat is gewoon eenmaal een beetje aan de klein kant. Maar ja, dit is hem. Zit mooi. Top voor de vakantie ook. Gaat mijn buik. Dus ik doe even mijn handje ervoor. Maar ja, deze gaat zeker mee. Het is echt topper. Ja, deze ook nog in meer kleuren. Dus check it out. En dan heb ik hier nog iets leuks. Even kijken. Dit is een wit setje met roze. Maar hij lijkt heel erg op een setje die ik al heb. Oh nee. Oh leuk. Ja, heel leuk. Dit is hem. Hij is wel echt helemaal see-through gewoon. Maar dit is hem. Hij is dus wit met van die, ja, van die beige details. Dit is ook allemaal rosé goud. Ik denk dat lounge gewoon met de rosé gouden tinten werkt. Maar het is niet heel erg. Ik heb gewoon gouden sieraden. Dus ik had gewoon mooier. Verstelbaar bandje. En je hebt dus aan de onderkant hier heb je dus echt zo'n sportieve band. Vind ik zelf altijd heel mooi. En dan kan ik hier achter gewoon zo strak trekken. Of zo strak maken hoe je hem zelf wilt. Er zit heel veel stretch in de band. Dus dat is super leuk. Hij is echt heel mooi. Ja. Chic. En dan gaan we over naar het broekje. Dit is een broekje. Helemaal lekker doorschijnend. Maar aan de onderkant heb je dan wel weer zo'n dubbel laagje. Dat is wel heel fijn. Dan zie je niet alles. En dit is de achterkant. Ja, hier kan ik niet zo heel veel meer over vertellen. Dit is de achterkant. Heeft een beetje van die ribbellijntjes. Een beetje die sportieve band ook weer. Ontzettend leuk. De volgende. Ik zie hier iets roods of is het roze? Roze. Helemaal leuk. Want ik heb al best wel veel rode. En ik heb ook wel iets van roze. Ik heb best wel heel veel al hoor. Van lounge. Maar roze is toch wel echt mijn kleur. Is dit het broekje? Tada. Heb ik deze niet al? Het lijkt me heel erg op eentje die ik al heb. Maar ik ga het zien. Zo benauwd vandaag.
Even kijken. Oh nee, dit is wel iets anders. Maar hij lijkt er wel heel erg op. Dit is het topje. Heel mooi. Echt top. Deze heb ik dus in de 85D. En ook weer verstelbaar. En ook weer een beetje dat sportievere bandje aan de onderkant. Super mooi. En dit is van de Triangle lijn trouwens. Nee, van de Balcony lijn. Sorry, had ik het bijna slecht gezegd. En die andere was van de Embroidered Triangle. Dat is van de Triangle lijn, die andere. Maar dat zie je ook wel aan dat driehoekige vormpje. Oh, we moeten een B-reel maken. Dat is een goed moment. De B-reel staat erop, jongens. Voeg me toe, B-reel. Melanie Sinstra. Ah, nee, niet eens. Muslani. Volg me. Maar is mijn oog heel zwart van de onderkant. Not sure. In ieder geval, we gaan door met het derde, toch? Of vierde? We gaan door met het vierde alweer. Ik weet ook al wat hierin zit. Deze vind ik heel mooi. Vooral de kleur vind ik heel mooi. Ja, deze kleur is echt prachtig. Dit is hem namelijk. Een beetje groenig. Super nice. Dit is echt gewoon een beetje dat sportieve. Ik kan het ook even zo dragen als sportbh. Ook al heeft hij niet heel veel... ja, noem dat. Ja, gewoon stevigheid. Heeft niet heel erg. Maar het is wel heel mooi. Deze is echt wel wat sportiever. Maar ook wel echt heel erg leuk voor chillen gewoon. En dan natuurlijk ook een broekje erbij. Kijken. En het broekje. Heel leuk. En dit is dan ook weer van de Triangle lijn, als ik het goed zeg. Ja, de Bamboo Triangle set. Maar de namen en de linkjes en zo kunnen... Ja, die kunnen jullie allemaal terugvinden hieronder de video. Dus die nog. Heel erg leuk. En dan als allerlaatst. Ik weet eigenlijk niet meer wat het is. Maar we gaan het zien. Ik heb het gisteren uitgekozen. Hè? Mijn geheugen is zo slecht. Even kijken. Wat hebben we hier? Een top. Oh, leuk. Dit is de top. Tadaa. Van de binnenkant best wel fluffy. Dus voor nu wel even iets te warm. In de maat M. En dat heb ik dan als setje gekozen, denk ik. Oh ja. Ja, leuk. Met deze erbij. Super cute. Daar komen nu de aanbeelden van in beeld. Oké, jongens. Ik heb het eerste setje aan. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dit is hem. De achterkant. Super mooi. Het boekje is wel wat groter dan wat ik eigenlijk gewend ben. Misschien dat ik hem even net wat hoger kan zetten, dat je het net wat beter ziet. Ik wil volgens mij tegenlichten. Volgens mij kan je het nog wel goed zien. Ja, wel heel leuk. Top zit wel een beetje aan de strakke kant. Maar ik heb ook nog een BH eronder. En je kan het ook, zeg maar... Ik heb gewoon met een vulletje erin en die van Louis en de zonder. Dus als je dat eronder hebt, dan is het denk ik ook alweer wat losser. Ja, het zit echt heel lekker. Heel lekker comfortabel. En ik heb met zin een korte broek gedaan, omdat het gewoon zo lekker weer is de afgelopen dagen. En ik denk, ja, kan ik gewoon weer zo'n lange joggingbroek gaan nemen. Maar dat ga ik dan toch niet veel dragen, dus ik ben hier heel erg blij mee. Dus dit is echt een leukert. In ieder geval, dat waren dus de 5 setjes. Ik ben heel erg benieuwd. Op het begin wist ik dus nog niet zo heel goed mijn maten. Toen bestelde ik ze ook altijd te klein. En zat het gewoon minder mooi. Als het zwakker zit, dan krijg je ook wel meer, ik weet niet, wat meer die vetjes eromheen of zo. Dat vond ik zelf gewoon best wel heel erg jammer. Maar ik ben heel blij met deze. Die roze lijkt dus wel heel erg op één die ik al heb. Maar die bikini ben ik helemaal benieuwd naar. Jullie hebben het al kunnen zien. Ik ben echt te nieuwsgierig ernaar. Ja, ik weet niet wat ik er nog meer over kan zeggen. Jullie moeten sowieso gewoon even de linkjes checken in de beschrijving. Ik vind het gewoon echt top. Echt super leuk. Het leuke vind ik ook dat je op de webshop dus allemaal verschillende soorten modellen ziet. Dus wat een steviger model en wat een slanker model. En verschillende culturen en zo. En dat vind ik gewoon echt heel leuk aan Lounge. Als je een beetje het gewoon helemaal thuis vond op de webshop. Dus dat is echt al top. Ik ga nu alles passen. Ook wij willen de dingen al kunnen zien die ik in beeld breng. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop gewoon dat alles past. Vond je dit video een beetje leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Er komen vaker shoplogs van mij. Vooral van andere. Ja, ook vaak van Lounge. 1 keer in de 2 maanden of zo. Of van andere leuke webshops. Vlogs elke dag. Dus als je dat niet wil missen. Abonneer zeker even op mijn kanaal.
En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie bij de volgende video. Doei doei!